In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Enrique. Hij is drag queen. Extravert of introvert? Extravert. Extravert. Mannen of vrouwen? Mannen. Beide. Mannelijk of vrouwelijk? Mannelijk. Vrouwelijk. Billen of borsten? Billen. Billen. Abby, oh my god, of Enrique? Enrique. Abby, oh my god. Hoe word je een drag queen? Sowieso als je een goede fashion sense hebt. Als je goed kan make-uppen. En als je kan optreden. Of als je wil optreden. Maar is het iets wat je wordt of ben je het eigenlijk? Je bent het eigenlijk al heel je leven, maar je ontdekt het gewoon, denk ik. Van oké, ja, ik hou van performance, ik hou van fashion, ik hou van make-up. Laat ik gewoon alles mixen en drag queen worden. En hoe ging dat ontdekken bij jou? Ja, ook wel zo, ja. Omdat ik ben kapper geweest, ik ben make-up artist geweest. En ik was sowieso wel een beetje in de fashionwereld. En voordat ik er wist, dacht ik van weet je, ik combineer alles en ik word een drag queen. Weet je nog het moment waarop je dacht, dit ga ik doen? Ja, zeker. Toen ik RuPaul's Drag Race ging kijken en The Work the World, naar de shows ging. En dat is een serie over drag queens? Wel, dat is dan de live show. Okay. En die kwam dus naar Nederland, naar Amsterdam. En toen was ik daar gaan kijken. En toen dacht ik, wow, oké, dit is echt next level drag. En toen dacht ik, ja, ik wil dit ook doen. En waar komt eigenlijk je naam vandaan? Miss Abby, oh my god. Ik kom eigenlijk van American Dad. De alien, die had op een moment een character en die was Abigail Lemon Party. Maar ik vond Abigail Lemon Party vond ik te lang. En voordat ik het wist, iedereen begon met Abby te noemen. Abby, 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 Abby. En mijn broertje die zei dan een paar keer van, oh Abby, oh my god. Oh my god, oh my god, Abby, oh my god. En toen dacht ik, oh, I like that. Ja, want het is best wel een ding, toch? Denk ja, ik. Best wel een ding. Het is je naam. Het is je dragnaam, inderdaad. Ja. Het is je stage naam. En toen heb ik een paar titels naar binnen gesleept. Ja. En toen werd ik Miss Abby, oh my god. Kijk, hoe reageerde je familie op je drag? Toen ik begon, ze reageerden allemaal niet leuk. En de enige persoon die leuk reageerde was mijn broertje. Hij was de enige die echt oprecht leuk reageerde. En de rest van mijn familie die vond dat echt niet chill. Hoe zei je het? Ik heb aan mijn familie gewoon uitgelegd van dit is drag. En ik heb het ook echt oprecht laten zien, shows en make-ups en modeshows. Dus ik zei het ook echt letterlijk van, dit wil ik gaan doen. Ik weet niet hoe oma en de rest van de familie dit, hoe ze gaan reageren op dit, maar ik ga dit doen. En mijn moeder die was totaal niet achter me en die zei dat ook echt zo van, weet je, als je dat gaat doen, dan ben je toch gewoon geen zoon meer van mij. Dan ben je toch geen man meer. Hoe is dat, dat je moeder dat zegt? Heel hard, komt wel heel hard op je af. Ik heb haar echt wel moeten educated en echt moeten inlichten over alle kanten van drag. En niet alleen maar één keer, maar echt een paar keer. En nu dat ik 5 jaar drag doe, snapt ze het. Maar alsnog moet ik af en toe wel grapjes horen die ik niet wil horen. Wat zegt ze dan? Bijvoorbeeld dat ik minder man ben dan bijvoorbeeld de andere mannen in de familie. Of, Is dat zo? Want je bent toch ook wat vrouwelijker? Het zou misschien wel zo zijn, maar zo voelt het niet voor mij. Het zit sowieso in onze cultuur, in de Braziliaanse cultuur. Het is best wel macho cultuur. Dus ja, dus ze verwachten echt dat je man dan bent. En ik was daar niet mee eens. Ik wou ook gewoon mijn eigen leven kunnen leven en vrouwelijk kunnen zijn of mannelijk kunnen zijn zonder op te letten steeds. Maar zagen zij dat dan ook als een soort van mislukking vanuit hun? Van we hebben dit niet goed gedaan? Ja, zeker vanuit mijn moeder. Die zag het echt als een mislukking van oh shit, mijn man is geen man. Dus ik zag wel inderdaad als een mislukking, maar nu oont ze het wel hoor. Ja. Ja. Nu heeft ze er ook een dochtertje bij. Ja! Nog een verdomd mooie ook. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je niets ziet zitten daar beneden? Die vraag krijg ik heel vaak. Ja, maar dat is toch natuurlijk ook een mysterie. Iedereen denkt, waar is die gebleven? Nou, ik zou je zeggen, heb je als klein kind ook gewoon je piemeltje naar achter gedaan en ja. Gedaan alsof je een meisje was. Een vaginaatje hebt, ja. Een vaginaatje. Nou, dat. Want dan heb je ook nog duct tape eroverheen. En dat blijft gewoon zitten. Dus je vouwt je ballen zo naar binnen. Lul er overheen. Ja, het is echt een heel origami werk. Oh ja? Ja, ja. Maar wel pijnlijk. Ja? Ja, heel pijnlijk. Maar ben je dan al aan die pijn gewend of het blijft gewoon altijd kut zitten? Het blijft altijd wel kut zitten.
En doe je het eigenlijk altijd? Of als je gewoon een wijd rokje aan hebt, dan niet? Dan niet. Nee. Nee? Nee. Als ik een korte outfit dan heb, natuurlijk, dan moet het wel. Maar inderdaad, als ik een lange jurk heb of een outfit dat je niet ziet, dan doe ik het niet hoor. En ben je dan niet bang dat die jurk ineens omhoog waait en dat je dan zo, hallo? Ja. Is dat al wel eens gebeurd? Niet bij mij, maar wel. Ik heb het wel bij andere queens gezien. En dat ze echt letterlijk op een stage staan, dan de bal eruit. En dan? Ja, en dan, ja. Wat kan je doen? The show must go on, of the dan lopen ze wel aan? The show must go on. Oh ja. You better do your show with one ball out, baby. Hoe is het om te daten als drag queen? Daten als drag queen? Kijk, ik ben al 10 jaar samen met mijn vriend. Dus ik heb nog nooit gedate in drag. Super lang. Echt inderdaad, super lang. Dus ik was al samen met mijn vriend toen ik drag begon te doen. Dus ik heb zelf niet moeten daten in drag. Maar ik hoor wel dat het wel lastig is. Zeker voor drag queens die single zijn, inderdaad een vriendje willen. En dat ze toch uiteindelijk geneigd zijn om te zeggen van, oh, hey, ik doe drag. Na 2 dates bijvoorbeeld. En dat die jongen zou gelijk zo zijn van, oh, nee, maar ik wil toch wel een jongen, hè. En hoe vond jouw vriendje het dan, toen je zei dat je dit wilde doen? Die vond het geweldig. Alleen maar support. En die helpt tot de dag van vandaag, die helpt mij daarmee met mijn looks en met mijn make-ups, inspiraties op te doen. Ja, die vindt het heel leuk. Vindt hij je ook aantrekkelijk als vrouw? Nee. En dat vind ik heel fijn. Ja? Ja. Nou, kijk, het is niet zo dat hij mij niet aantrekkelijk vindt in drag. Het is puur dat ik zelf niks seksueels met drag heb. Dus hij, automatisch heeft hij ook niks ermee. Maar het is wel zo dat hij mij wel mooi vindt in drag. En dat hij wel geniet als ik in drag ben. Maar... Ja, gewoon esthetisch mooi. Esthetisch mooi, inderdaad. Ja. Niet per se... Inderdaad ook geil mooi of zoiets. Heb je wel eens seks gehad in drag? Nee. Ik heb... Abby is nog maagd. Nee, het heeft voor mij niks seksueels. Dus ik zou me ook niet willen voorstellen... daar dan op het moment dan... met een pruik, met hakken... die duct tape daar beneden... 20 lashes... 20 panties... lenzen, make-up. Lijkt me zo onhandig. Zou je ook kunnen zeggen dat drag een fetish is? Voor sommigen wel. Voor sommige drags wel. Want ik weet genoeg drag. Ik ken genoeg drags die seks hebben in drag. Maar ik zou niet zeggen dat drag misschien een fetish is. Maar ik zou wel zeggen, het kan een fetish zijn. En echt seks in drag zou ik misschien ook niet eens per se drag noemen. Dan zou ik misschien wel een crossdresser noemen. Omdat het is echt omdat een man dan die verkleed wil zijn als een vrouw tijdens het seks. Dat is een crossdresser, right? Ja. Ja, dat zou ik inderdaad wel zeggen. Voel je je geaccepteerd binnen de maatschappij als drag queen? In de maatschappij niet. Ik voel me niet altijd wel begrepen in de maatschappij als drag queen. Maar ik probeer wel altijd wel iedereen in te lichten van wat ik doe. En hoe ik het doe. En wat de drag is voor mij in ieder geval. Zodat ik mij dan wel geaccepteerd dan wel voel. Maar ik voel me niet geaccepteerd als drag queen in de maatschappij. Zeker als een... gekleurde buitenlander drag queen. Wat is dan het grootste ding waarin je voelt dat dat niet zo is? Social media. Dat je een foto af en toe uploadt en dat je echt hele reacties krijgt, hele homofobe reacties onder krijgt. Weet je nog iets wat iemand ooit een keer heeft gestuurd wat heel naar was? Dat hij mij met een stok, dat hij de stok in mijn kont zou doen en dat hij mij dan helemaal... zou neuken met dat stok en doodmaken daardoor. Of zoiets, weet niet. Ik weet allemaal niet meer. Maar zoiets was het, iets heel naars. En dan denk je van, wat heb ik eraan gedaan? What the fuck heb ik aan gedaan om dit nare reactie tegen me aan te krijgen? Omdat ik mezelf ben. Of mezelf durf te zijn. En voel je je nog wel eens onveilig? Zeker. Ik voel me zeker onveilig. Hoe vaak? Kijk, ik zou niet zeggen dat ik me overal onveilig voel, omdat net als... hier, ik voel me gewoon hartstikke veilig. Maar het zijn sommige delen, bijvoorbeeld van Amsterdam, waar ik niet in drag op straat zou durven staan. Dat het naar mij gespuugd wordt, auto's die voorbij lopen en dingen naar mij gooien. Stenen gegooid worden. Ik heb 1 keer in Eindhoven, was ik onderweg naar een boeking. En er werd echt letterlijk door 2 jongens op een scooter, werd een steen binnen de auto gegooid waar ik in zat. En ze hebben echt de raam kapot gemaakt. Er gebeuren nog veel erger dingen. Wat zijn dingen die je om je heen dan merkt? Gays die in elkaar geslagen worden. Trans vrouwen die in elkaar geslagen worden.
En we wonen in Nederland, een land waar je zelf mag zijn. En iedereen heeft een mening. En dat mag. Maar laat gewoon elkaar met rust dan. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo, hoe eet jij eigenlijk je tompoes? Doe je dat gewoon zo of haal je hem? Ja, ik denk half-half. Je breekt hem zo door midden? Ja, ik breek hem zo door midden. Nee! Ja. Dan gaat het slagroom er helemaal uit. Nee joh.